En dan staan we weer in de Lange Voort in Oestgeest. Op de Lange Voort moet ik zeggen. Niet in, maar op de Lange Voort. En het is weer gezellig. Het is nog droog. Dus, maar het maakt helemaal niet uit. Want de tafel nu staat er in de zijkregen ook. En nou, net al, kwam er al een heel lief vrouwtje langs. En die zegt, van, we dachten dat jullie viool stonden te spelen. Mede dankzij mijn cameraman. Dus, de tafel van nu. Blijven kijken, blijven luisteren. Ik heb nou een mevrouw naast me staan en... Die zit aan de pijp. En dat klinkt raar, maar ik bedoel het helemaal goed. Dat is een soort namaakrook, hè? Ja. Hoe heet dat precies? Dat is elektrisch roken. En dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die willen stoppen met roken. Maar alles al geprobeerd hebben, maar het lukt gewoon niet. Hoe gaat het dan? Want je hebt 18% zeg maar, nicotine. Ja. En dan ga je langzaam afbouwen of zo? Ik ben begonnen met 16% en 16 milligram. Nu zit ik op de 12 en ik wil naar de 6 wil ik toe. En dan is het wel de bedoeling dat ik helemaal stop met roken. Rook je er nog bij? Nee, dat heb ik in het begin wel gedaan. Dus dat ik op, want ik begon van een pakje per dag. Maar ik heb een anti-nietroker in huis. Dus ja, dat werkt op een gegeven moment niet meer. En toen ben ik begonnen met 5 sigaretten per dag. 2 weken, 3 weken lang. En toen 2. En toen 1. En nu gebruik ik al 3 maanden helemaal geen gewone sigaretten meer. Ik vind het eigenlijk gewoon nu smerig. Ja, en dit, vind je dit nog dan lekker of niet? Nou ja, een koekje en een stukje chocola is lekkerder natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook weer wel. Dat kun je wel op mensen zien zeker. Ja hoor, het is weer zover. Nou, nee, zo bedoel ik het niet. Nee, weet ik wel. Maar het helpt in ieder geval, want het zit allemaal tussen de oren, zeggen ze. En dat klopt ook, denk ik wel. Hoe lang heb je gerookt? Ik rook al vanaf mijn 14e en ik ben 55, dus... Ja, dat kun je nagaan. Nou, ik vind het stoer. Ja, het was ook op doktersadvies, hè. Want ik ben geopereerd aan mijn been. En daar zeiden ze in het ziekenhuis, roken is gewoon heel erg slecht. Dat weet je natuurlijk ook wel. Dat, je weet overal waar je mee bezig bent. Maar nu je daadwerkelijk stoppen, ja, en dit heeft mij geholpen. Laat hem nog eens zien in de camera, dat Peppy. Deze. Ja, het staat sexy. Eerlijk is eerlijk. Hey, ja, ik weet. Ik dom, hoor. Nee, helemaal niet. Maar ik wens je heel veel sterkte. Nee, hartstikke goed. Nou, ik heb hier een stelletje jongeren bij me staan. En dat is eigenlijk logisch dat ze het over waar ze het over willen hebben. Dat is een makkelijk zat. En dat is de drank. Ja. Hoe raar is het dat jullie geen drank meer mogen kopen? Ja, heel raar. Mogen eerst. Je bent eerst in jaar 16 en dan wordt het in één keer 1 januari en dan zeggen ze van ja, in één keer mag geen drank meer, terwijl je al een jaar hebt gedronken. Daar klopt helemaal geen moer van, hè? Nee. En wat? Het zou eerlijk wezen als ze bijvoorbeeld zeggen van de mensen die voor 1 januari 16 zijn geworden, dat die wel nog mogen drinken, maar de mensen die daarna 16 zijn geworden, dat die niet meer mogen. Oké, en jij, wat vind jij ervan? Ja, hetzelfde als hij zei, ik vind het onzin, want ook de meeste dingen waar ik uitging, weet dat, dan mag je dan niet meer binnen toe. Ja, omdat ze dan bang zijn voor een boete of zo, want die is heel hoog. En ja, dat vind ik wel echt onzin, want nu kwam er al een tijdje. En dan opeens mag het niet meer, ja. Dus gewoon... Die Henk Westbroek, die kreeg 13 mei een boete, hè, omdat hij een lokjongere binnenkreeg. Wat vind je daarvan? Vind je dat eerlijk of niet? Nee, ik vind nergens over gaan. Nee. Jullie zijn het allemaal met elkaar eens, dat is logisch natuurlijk. Maar dan ga ik je afvragen, wat is de oplossing? Ja, je hoeft niks te verraaien, maar wat doen jullie nou om toch aan een drankje te komen? Gewoon aan andere vragen of ze drank willen halen. Ja, een biertje nemen. Ja. Gewoon mijn maat de avond. Ja, op vrijdag ergens heen gaan of zo. En dan bij iemand afspreken en dan bijvoorbeeld een broer van mij of van hem of van iemand anders vragen of die een kratje bier voor je wil halen. Je komt er toch altijd wel aan. En doen jullie net zoals ze in het Westland ook doen, indrinken? Ja, meestal wel gewoon met vrienden gezellig, weet je. Want als je uitgaat, kost alweer zoveel geld, weet je. Je kan beter naartoe als je over top hebt, in plaats van helemaal niks. En dan weet ik natuurlijk dat ze niks van zeggen, maar drink jij? Nee. Ah, je hebt toch wat gezegd. Hey, jongens, hartstikke bedankt dat jullie je mening wou hebben. Zie wel. En proost, hè, voor men. Vertel het eens. Heb je nog wat leuks meegemaakt? Ja hoor. Hier zijn hele leuke dingen in het dorp. Oké, vertel. Kan doen. Nou, ten eerste is daar die man die je daar ziet. In het weiland daar, bij het molentje. Die vertelt over de Oestgeest. Oké, een soort volksverteller?
Ja, verteller. Een verteller noemen ze het. Dat is ouderwets. Ja, nou, maar vind ik wel leuk. Ik hou een beetje ouderwets. En wat is er nog meer dan hier allemaal? Nou ja, het is een echt dorp wat mensen allemaal weggaan. Dus uitgaan doe je je niet goed. Nee, dat is niet... Naar Leiden of naar Wassenaar of naar... Doet u dat wel eens? Nee. Nee, nooit. Wat is uw hobby? Wat doet u? Fietsen, puzzel veel. En ik borduur ook nog. Dus het is echt een beetje ouderwets. Lekker gezellig, toch? Ja, juist. En ik hou ervan, hoor. Ja, ik ook. En nou ja, thuis heb ik dan vaak de kleinkinderen. Dat vind ik ook wel leuk. Dat is altijd gezellig. Hoeveel kleinkinderen heeft u? Een van 18, een van 15, een van 15, een van 13, een van 7 en een van 3. Allemaal gek op oma? Dat hoop ik wel. Ik kan me wel voorstellen. Ja, dat hoop ik wel. Hey, hartstikke bedankt dat je voor, wat, voor de camera. Wil je nog een keer je kleinkinderen nog even de groetjes doen? Ja, de groeten allemaal. En ik weet niet of ze kijken, want stel ze wonen er in Deventer. Maar de groetjes allemaal en een dikke kus van oma. Nou, hier hebben we drie, ja, dames, het is veel te koud voor ons, of niet? Nee, het is altijd lekker, het is altijd lekker. Ja? Ja. Hebben jullie wat leuks te melden? Vertel eens wat. Nou, we gaan naar de Jumbo. Oh, nou, en jij? Nou, ik wil gewoon iets liefs tegen mijn moeder zeggen. Dat ze een hele sterke en een mooie vrouw is en dat alles goed komt thuis. Kijk, dat vind ik nou echt mooi om te horen. Is het troubles of niet? Nou, het gaat gewoon niet echt goed thuis en zo. En ja, dus ik dacht, ik ga wat liefst tegen mijn moeder zeggen. Dus mama. Nou, vind ik heel stoer, dankjewel. Hé jongens, wil jij nog wat zeggen? Nee. Nee, dus. Nou. Oké, okay, zeg. Sander, je bent knap. Hoe? Dat wil ik nog een keer horen. Sander, je bent heel knap. Okay. Ben je verliefd? Ben je verliefd? Ja. Oh, nou, ik wens jullie heel veel sterkte, ja? Ja. Oké, dankjewel hè.